Loopt het bij jou? Ja. Zullen we onszelf een plezier doen en een klapje geven? Succes! Dag luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Klap van de Molen, de tweede kroegeditie. Voor het eerst ook te zien in beeld, te zien op YouTube, het kanaal van Klap van de Molen. Een hoop bijzondere gasten weer. Naast mij zit wederom Alfred van Luttekeijzen. Hi Dave. Goedenavond Alfred. Hi. Hey, hoe is ie? Goed. Net terug uit Portugal, hè? Vermoeid. Erg vermoeid. Moest jij spelen in Portugal? Nee. Ik moest vakantie vieren in Portugal. Oh, dat is het gewoon echt vakantie? Ja, 33 en een paar biertjes op zondagavond en dan... Ik heb wel de klaverjascompetitie gewonnen trouwens. Lekker. Yes. Ook nog eens klaverjas. Is dat Portugal bekend? Nee, maar nou, dat is een dingetje met mijn vrouw en ik. Oh. En onze vrienden. Onze bevriende... vrienden. Jo en Martin uit Gorkum. Het is erg gezellig. Ik dacht dat jij moest spelen in Portugal, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval. Nee, klaverjassen dus. Ik ga half Europa door binnenkort, maar... Ja, jij hebt wel een Europa-tour, maar dat is dus helemaal niet nu. Nee, dat is vanaf volgende week dinsdag. Gaan we het de volgende kroegeditie over hebben? Graag. Wat drink jij vanavond? Ik drink vandaag een Van de Streek Broeder Starwe Blond 6%. Oké. Okay. Met dank aan... Van de Streek. Van de Streek. Die zo aardig was om een doosje of vier te brengen voor deze podcast, zodat wij bier kunnen drinken. Dus wij drinken dit bier wel subjectief, niet objectief. Precies. Naast jou een bijzondere voor deze aflevering, Michiel Veenstra. Welkom. Hey. Special guest. Hoe is het met jou? Nou, uitstekend. Jij hebt net je laatste 3FM-uitzending gehad. Ja, vanochtend met mijn ziel onder de arm een beetje door Hilversum struinen. Eerste maandag zonde. Oh. Nee, veel te druk. Nee, het gaat goed. Hoe was je afscheid? Heerlijk. Ja, je hebt als radiomaker, dat heb ik ook gemerkt toen een paar jaar geleden Extra Weekend stopte, heb je een soort van ideaalbeeld van een laatste uitzending. Dat is ook een kunstwerkje aan zich, met een lach en een traan. En ik zat er qua emotie wel goed in. Maar vooral dat mijn redactie, zonder dat ik er is, een ballenbak had gekregen. De hele studio, er stond niet een ballenbak naast de studio. De studio was een ballenbak. Totdat je knieën in de ballen. Ja. Dat mensen echt konden gaan stage duiven vanaf de DJ-tafel. Dat zorgde ervoor dat de hele uitzending ook gewoon luchtig bleef. Iedereen die binnenkwam met, nou, we gaan afnemen, dacht, wow! En doing, dook die ballenbak in. Ja. Werden er ook kipnuggets geserveerd? Nee, dat is wel jammer. Er mocht niet worden gegeten en gedronken bij de ballenbak. Want alle ballen moesten weer schoon uiteindelijk worden afgevoerd. Jij gaat 3FM stoppen, omdat jij zo meteen een heel spannend avontuur gaat beginnen met Kink. Daar gaan we uiteraard uitgebreid over kletsen zo meteen. Ja. Wat drink je vanavond? Nou, Van de Streek, dat is toevallig. Maar dan een Turf and Surf. Ik ken dat niet. Nee, ik ook niet. Maar je las net voor, dit heb ik. En toen ik hoorde met een snufje zout, dacht ik, dat vind ik zo raar, die wil ik dan proberen. Dus dit is, even kijken, een aangenamige fruitensmaak van een trippel met een subtiel vleugje turfgerookte mout en een snufje zeezout. Oké. We gaan ervoor. Naast jou Martijn Groeneveld. Hoi. Hey, goedenavond Martijn. Het is een rotzooi om ons heen, man. Ja. Wat neem je op deze dagen? Ik ben net begonnen met de nieuwe plaat van Thijs Boontjes. Ja. Dus dat zijn we vandaag mee begonnen. En daar zijn we de komende 3 weken mee in de studio, zoiets. Dus daarom, we hebben vandaag drums opgenomen. Dus daarom is het een beetje druk hier met spullen. Ik zie een hele hoop gitaarkoffers. Ik zie een flightcase van Anouk achter jou. Er staat een flightcase van Anouk, dat klopt. Oh, je hebt het erover in de volgende aflevering. Staat er een flightcase opeens? Precies. Oké, okay, een hoop gitaren. Nee, het is een gezellig zootje. Wat drink je? Ik drink een biertje van de Streek. Nou. Ja. Het is eigenlijk gewoon dezelfde als van Alf. Dus Broeders Tarwe Blond. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, ik zag jou trouwens voor het laatst op de popronde. Oh ja, dat was heel leuk. Heb je die een beetje overleefd? Ik heb de popronde prima overleefd. Ik ben juist op het moment naar huis gegaan. Toen moest jij nog draaien. Oh nee, toen had je net gedraaid. Dat vond ik wel het juiste moment om naar huis te gaan trouwens. Hoe ging het? Hey, dan moet je niet naar vragen. Oh, nee. Dat was heel pijnlijk. Ja, ik ben erachter gekomen op de popronde. Dat draaien is, vind ik gewoon niet zo leuk. Ja, maar draaien is sowieso niet leuk. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, draaien is niet leuk. Dat is gewoon werk. Wij stonden 2 jaar geleden in de Echo met John Coffey. Die hadden we binnen 4 minuten uitverkocht. Ik weet niet, dat moet ik er toch even bij zeggen. En dan sta je opeens op een podium plaatjes te draaien voor mensen van andere mensen. Ik heb dat ooit wel eens een keer gedaan en toen kwam ik er gewoon achter. Terwijl niemand dat dan misschien kan voorstellen, dat je er gewoon echt geen reet aan vindt. En ik heb het ook daarna nooit meer gedaan. Ik vind het gewoon helemaal niet leuk om plaatjes te draaien in een zaal. En ik had het gevoel bij jullie ook een beetje. Ik vond het verschrikkelijk. En ik werd er heel recalcitrant van. Ja, want ik draaide hele vreemde dingen. Ik heb ruzie gekregen met Nick Eilander, mijn draaikompaan ook. Dat heeft niets met het draaien te maken doorgaans. Nee, hij nam het heel serieus en dat is supergoed. Ja, hij, binnen. Hij heeft gewoon indie danshitjes had hij uitgekozen. En dat vond ik op een beetje saai. Dus ik wou per se een grindcore metal track er doorheen. Hij wilde het niet. Hij deed op een gegeven moment zijn jas ook zo schijn aan. Zo van, ik ga naar huis als je dit gaat doen. Ja, maar ik heb het ook gedaan. Het werkt ook echt verschrikkelijk. Ja, je moet het ook niet met z'n drieën doen, toch? Of je moet het vaker gedaan hebben met z'n drieën. Ja, maar met 3 vrienden plaatjes draaien.
Ik weet niet of dat... Ik ga het niet nog een keer doen. Maar wel leuk dat ik het mocht doen. Hey jongens, ja, we gaan het uitgehoord hebben over een hele hoop dingen. Kink heb ik al even genoemd. We moeten het hebben over Kanye West, die op bezoek was bij Donald Trump. Eventjes. Zeg, heel eventjes hoor. En uiteraard, Over is er weer een Nederlandstalige zanger waar jij iets over kwijt wil. Ik moet zeggen dat ik de laatste aflevering van House of Talent dit keer gemist heb. Ik heb ze allemaal gezien. Nou, okay. Daar is de product placement echt verschrikkelijk. Dat je de hele tijd dat Vodafone in beeld ziet. Kijk, hier, wij noemen dan 6 keer de streek, maar... Van, ja, ze willen bekend worden, hè? Dat is het idee. Nou, in principe, als jullie er klaar voor zijn, gaan we beginnen. Wacht even, ben jij aan het solliciteren voor een radioprogramma ergens? Nee. Op een nationale zend tussen 9 en 12. Arjen Lubach doet al een tijdje die show van, dus ik heb nu ook... Soundboardje. Als jullie er klaar voor zijn, gaan we beginnen, jongens. We gaan Let's go. All right. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. Sun on your face in your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to Hit from the Windmill. This is a Hit from the Windmill. Zo, we zijn los. Heren, goedenavond. Hallo. Yes. Hey, we hebben natuurlijk... Hey. Oh. Ja, mannen! Je moet hem niet op loop zetten. Niet dat hij op loop. Kinderziektes. Hey, jongens, we gaan niet alleen maar over deze onderwerpen kletsen. We hebben uiteraard ook 4 muziektips meegenomen. De eerste komt voor jou, Michiel Veenstra. Ja. Ik ken het eigenlijk niet. Moet ik me dan schamen? Scram, Baby? Je bent jong. Nee, je hoeft je helemaal niet van te schamen. In mid jaren 90, toen Excelsior echt opkwam, hadden ze Caesar, Johan, we waren echt van die vaandeldragers. En Scram, See, Baby was eigenlijk op hetzelfde niveau als in vaandeldragers van Excelsior. Een heel belangrijk label voor de Nederlandse muziek. Maar nooit echt zo doorgeklapt als. En waar Johan onlangs terug is gekomen na echt officieel uit elkaar te zijn geweest. Ja. Zijn nooit echt uit elkaar geweest. Maar hebben nu gewoon weer een nieuwe plaat gemaakt. Die perfect past in Tape Toy, Eut. Dat klinkt heel erg als 90s... Nou, laten we gewoon zeggen zoals het is... Kink FM muziek. Oh. Ja. Ik luisterde in 95, 96, 97 Kink FM en hoorde allemaal dit soort liedjes. Ja. En dit is, maar dan toch wel een menu. En een, wat mij betreft, meer dan welkome terugkomst. Goed, we gaan er naar luisteren. Ik ben zeer benieuwd. Dit is Scram See Baby Treehouse heet de nummer. In stemmig geknikt. Ja, nou ja, ik zeg net tegen Michiel, ik heb het ook niet meegekregen. Nu was ik niet een Excelsior adept. Ik was ook 10 tot 15, was ik tussen 1995 en 2000. Maar super cool, zeker. Ja, maar wat je ook zegt, is dit echt nieuw? Ja, maar dit zou echt zo 6,97 kunnen zijn. Dat vind ik wel grappig aan. Ja, het klinkt heel Belgisch bijna ook. Ja, een beetje Deus die tijd. Roses, zo je er nog een klein beetje terug. Ja, zeker. Is dat verder van de tijd? Ja, ik vind het super lekker. Ja? Ja. Nou, ik ben niet per se heel erg van die tijd van Excelsior bandjes. Dat was mij wel een beetje te rammelig allemaal. Dus ik ben... wat ik hier hoor, lijkt inderdaad veel... het was een goede crossover tussen wat nu... wat ik nu overal hoor met toch een beetje oude 90's sound. Wat trouwens ook helemaal terugkomt natuurlijk. Ja, dat komt echt als je die Tape Toy die je dan... Popronde doen ze dit jaar. Niet die naïef, maar die andere liedje horen in de vorige Klap van de Molen. Ja. Dan dacht ik van ja, maar dit zou zo een garbage of een gruizige Case Choice kunnen zijn uit de jaren 90. Dat geluid is weer helemaal terug. Ja. En ja, dit belichaamt dat, omdat ze ook uit die tijd komen. Iemand anders die weer helemaal terug is André Hazes. Zo is een verschrikkelijk bruggetje. Je gaat wel snel. Ik wil je nog iets in hebben kwijt. Snel, want
Ik heb donderdag afgehaakt met de popronde. Ja, ja, jammer. Ik ging een tripje maken. Nee, ik was een beetje ziekjes. En hoe was dat Tape Toy dan? Ik heb het ik heb het nu gehoord. Nog nooit gezien. Ik heb het nu een paar keer gezien. In Nijmegen heb ik het gezien. Ik heb het gezien, denk ik, bij de lancering van popronde in Wissoort was dat. Ja. En ook gisteren, ook donderdag in Hofman. En het is gewoon ontzettend goed. Ik moet wel zeggen, ik denk wel, ze worden veel vergeleken met Uit. En daar zit wel gewoon wat in. Ja. Dus ik denk dat Uit ook een beetje moet uitkijken dat ze nu niet worden overgenomen nu door de volgende Tape Toy. Maar het is live ontzettend overtuigend en het is heel aanstekelijk. Je hebt er echt zin in als je het ziet. En ik vind het echt heel tof. Ik moet zeggen, ik word heel sceptisch van als er heftig wordt gedaan over één band van de popronde. Ja, ik denk, ja, gaan we hier weer heftig over doen? Verdient waarschijnlijk zijn plekje op Noorderslag. En daarna horen we er helemaal niks meer van. Het gevoel we hadden het vorige keer al over Uit. Ja. Wat ik een beetje bij hun had. Nou, nieuwe plaats nu Uit. Dus nu zou het dan moeten gaan gebeuren. Dus ik was best wel sceptisch. Maar het is een fucking goede show. Ik heb ze een paar weken geleden bij 3FM over de vloer gehad. Ik was echt enthousiast. Ik dacht, wow man, dit is gewoon grunge. En zij is heel overtuigend. Zeker. Allemaal. Ja. Dus, en ook in de Hofman. Ik stond achter jou overigens. Oh, dat heb ik niet gezien. Maar, nou kijk, ik denk ook dat de kwaliteit van die band of van de muziek helemaal niet bepaalt of we nog hier heel veel van gaan horen. Het is gewoon een beetje de tijdgeest dat blijkbaar een jaar meegaat. En je moet heel erg je best doen. Nou, je hebt het vorige week over gehad. Ja. Je moet heel erg je best doen om daarna nog vol te houden. Ja. Dus ongetwijfeld staan ze op Noorderslag. En daarna, ja, dan moet er natuurlijk gewoon een plaat komen. Niet te lang waarmee wachten, denk ik. Ja, en in de tussentijd geniet ik ook maar van het snoepje van de week. Precies. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Je kunt gelijk, want ik snap het hoor. Want ik ben met je eens, als je heel erg hoog wordt opgegeven van iets, dan kun je er met heel veel skepsis naar kijken. Ja. Aan de andere kant, geniet er maar van nu dit eventjes de hype is. Want als het goed is, ja, prima. En als het dan wordt vervangen door iets anders wat leuk is, prima. Nou, het lijkt me wel heel vervelend dat je altijd wordt vergeleken met iets anders. Ja. Als band lijkt me het heel vervelend. Ja. Wie dat bijvoorbeeld ook heeft, is Dree Hazes junior. En die heeft vergeleken met zijn vader. Ja. Die wordt vergeleken met zijn vader. Jij wilde het hebben over André Hazes junior. Ja, nou, hij zat deze week bij de Wilde, of twee weken terug bij de Wilde door. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar strekking was vooral, ik wil niet te veel papa lijken. Precies. En hij is volgens mij goed op weg. Zeker. Ja, nou, ik ken hem dus eigenlijk helemaal niet. Omdat hij gewoon op de stations voorbij komt die ik luister. Dan wel in de playlisten die ik bij aanstaan. Dus ik ken eigenlijk niks van hem, behalve natuurlijk zijn grootste hits. Ja, want dat zijn natuurlijk wel ontzettend knijters van hits. Die je dan ergens wel een keer voorbij hoort komen. Vrienden van Amsterdam-materiaal. Precies. Maar ik was eigenlijk aangenaam verrast. Behalve dat hij natuurlijk gewoon al 10 jaar bezig is, wat ik me eigenlijk niet realiseerde. Vond ik het ook gewoon een hele sympathieke gast die heel eerlijk muziek probeert te maken. Ik dacht dat Nathan Rutjes er zat qua hoe zacht en lief. Zeker, dat is een ontzettend aardige jongen. Ja. Niet gefrustreerd daarover, gewoon altijd keihard gewerkt. 7 jaar lang altijd vergeleken met zijn vader. Moest altijd alleen maar nummers van zijn vader doen. En nu, wat ik me ook verbaas, verkoopt hij 3 keer Ahoy uit. Nou, ik ken gewoon niet zo heel veel bands. Ja, hij verkoopt dus 3 keer Ahoy uit. Dat is wel een serieuze aantal tickets. Aan de andere kant, deze week is in 1,5 uur het Gelderdom uitverkocht door snollebolletjes. Ja, perspectief. Ja, precies. Allebei respect trouwens. Of niet? Wat? Ja, dat is heftig, hè? Zo, ja. 1,5. Dus ja, daar doe je wel je best voor. Hoeveel tickets zijn dat in Gelderdom? Zou ik 30.000? Dat zou kunnen, ja. In 1,5 uur. Ja, dat is heftig. Ja. Maar daar wil ik het eigenlijk geen eens over hebben. Ik ken helemaal niet. Vrouwkes. Piep, 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 piep. Als je een keer gaat draaien, dan... Oké. Komt goed. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben, want dit was eigenlijk bijzaak. Hij zei aan het einde iets interessants. Hij zei namelijk dat hij heel bewust bepaalde dingen op zijn nieuwe plaat... Kijk, die ga je nu natuurlijk allemaal niet grijs draaien, ik ook niet. Maar dat hij bepaalde dingen op zijn plaat wel of niet had gedaan. Dat hij bepaalde invloeden belangrijk vond op zijn nieuwe plaat. En hij gaf ook toe dat hij eigenlijk wel wat meer rockmuziek zou willen maken. En misschien in de toekomst wel een rockplaat zou willen maken. Hij doet eigenlijk tegenovergestelde van Anouk. Hè. Die gaat van rockmuziek naar een soort volksmuziek. En Dree Hazes gaat van volksmuziek, wil eigenlijk rockmuziek. Ja. Dat is eigenlijk een trend die je tegenwoordig wat vaker ziet. Hè. Je zag het ook bij zijn zus, die ook met een soort credible-achtige, heel breed gedragen plaat komt. Bijna. Nou, nee, ik vind Roxanne Haas is geen kleinkunst. Okay. Maar in ieder geval, die heeft met mijn gewaardeerde collega Arno Krapman een schitterende plaat gemaakt. Toen kwam ook nog eens een keer van de week de plaat van Nielson uit. Ik weet niet of je dat toevallig hebben gecheckt. Mm-hmm. Ik check het toch allemaal even. Ik maak een podcast voor hem, dus ik hoor zijn nummers echt 20 keer per week. Was ik ook aangenaam door verrast, eerlijk gezegd. Ik heb die liedje al veel gehoord. De Diamant, die vond ik echt oprecht een goed liedje. Ja, nou, en de hele plaat staat vol met goede dingen. En toen dacht ik, wat je tegenwoordig dus vaak ziet... is dat mensen die vroeger wat meer in het volks- of platte genre zaten... Wat andere keuzes maken. Mm. Blijkbaar zelf ook kunnen bepalen wat ze doen. Wat vroeger heel anders was, toen André Hazes platen maakte. Toen bepaalde gewoon de maatschappij wat voor platen hij maakte. Ja, maar hij is toch ook begonnen...
begonnen als met het doel als serieus bluesartiest aan de gang te gaan. Dat wilde hij heel graag, maar dat wilde de maatschappij niet. Dat is precies het verschil. Dus ik heb nu het gevoel dat als Nielsen zegt, ik wil een plaat maken die wat anders is dan de vorige. Ik bedoel, die maakte tot voorheen gewoon een soort kindermuziek. En die neemt nu serieuze liedjes op. En ik zie dus ook bij Roxanne Hazes en nu ineens bij Dre Hazes. Niet dat ik nou super dik helemaal in dit genre zit. Maar ik vind het opvallend dat ze in ieder geval hun eigen keuze serieus kunnen nemen. En dat vind ik een heel positief iets. Ik ken die nieuwe plaat van Hazes niet. Ik ook niet heel goed, hoor. De plaat genaamd Anders. Mm-hmm. Is net uit. Is dat dan zoveel spannender? Of is dat dan niet meer volks gejangel? Dit gaat natuurlijk altijd veel trager dan dat misschien een artiest zou willen. Maar het is zeker anders. Hij wil nog een rockplaat opnemen. Precies. Nee, maar hij had het nu over invloeden van Bruno Mars. Weet je al? Echt? Ja. En niet dat ik dat nou meteen direct één op één hoor. Maar je hoort zeker veel modernere dingen dan in zijn vorige plaat. Maar even, je hebt hier heel veel gezegd, hè? Ik wil over heel veel dingen ook iets zeggen. Dat ga ik helemaal niet doen. Maar net, we hadden het even over die Leef, hè? Ja. Ik heb deze week tegen mijn huisgenoot gezegd, die Leef die komt gewoon in de buurt van Zij gelooft in mij. Qua grootte? Ja. Qua hoe hard ik hem wil zingen de hele tijd. Hij heeft nog één ander nummer waar ik dat nog veel meer bij heb. Oh. Die staat ietsje lager in Spotify. Maar, en ik weet natuurlijk, ik kan uit mijn hoofd even die titel niet oplepelen. Maar die heeft nog wel iets meer dat rustige en dat... Leef is natuurlijk gewoon een soort partyknaller. Toch? Wil jij niet het intro van Leef? Want hij begint heel rustig. Hè? Hij begint heel rustig. Nee, weet ik. Okay. Ja. Het duurt ook volgens mij 2 minuten voordat het refrein erin komt. Vind ik ook wel apart. Alfred, we doen nu al 4 minuten heel credible over een artiest waar ik jou niet zo snel over zou horen. Nee, wat vind jij van? Hoe ik het bekijk is, deze jongen, hij is dus blijkbaar 10 jaar bezig. En hij heeft op een bedje van volksmuziek, heeft hij zichzelf dus blijkbaar kunnen ontwikkelen. Ja. Dus deze... Dus, zo. Goed. Dus Dreetje Hazes, die weet te bereiken wat heel veel indie bands... laten we het even bij kleinere artiesten houden die vanaf het begin af aan serieus willen zijn. Blijkbaar dus niet in hun mars hebben door het jarenlang vol te houden. Nou, hij heeft ook heel veel voordeel gehad dat hij natuurlijk zo last van. Precies, ja, tuurlijk. Op het bedje van die volksmuziek heeft hij dat... Ja. En dat vind ik dan wel weer cool ergens. Dat je blijkbaar toch die ruimte krijgt. En dat je niet veroordeeld wordt van... Oké, je bent een zoon van André Hazes... dus blijkbaar moet je dit per se gaan doen. Nou, als dat zo is, hè, dat hij zijn eigen keuzes zou kunnen maken... Nou, dan vind ik het eigenlijk best wel vet. En jij hebt het net over snoepjes van de week eigenlijk. Ik heb heel erg nagedacht inderdaad... is het dan inderdaad erg als bijvoorbeeld zo'n artiest... een beetje teruggaan op dat vorige onderwerp weer... dat dan het jaar erop niet redt... Maar is het niet gewoon inderdaad cool? Dit is wat er nu speelt. Dus alles wat in popronde speelt is sowieso cool. En dit is gewoon... Nou, dit is dan het framework waarin zo'n artiest dan ziet. En misschien is dat ook prima als dat zo gebeurt. En als André Hazes of Dreetje... Heet hij nog Dreetje of André? Nee, het is André Hazes. Voor mij wordt Junior zelfs vaak weggelaten, op het idee. Ja, hij is ouder. André Hazes. Het was ook Jantje Smit ooit. Ja, iedereen weet dat André Hazes de eerste, die is dood. Dus dat weten we. Dus In eerste instantie dan heb ik helemaal niks met zo'n dude natuurlijk. Ik denk van, ik ken je waarschijnlijk eerder... als je een keer in Expeditie Robinson figureert... Ja. Dan dat ik je muziek ga luisteren. Maar misschien wil ik hem wel het voordeel van de twijfel geven. Ja, fuck it. Ik denk dat je de plaat niet per se helemaal grijs gaat draaien. Maar ik vind Nielsen wel al, zeg maar, die is alweer een stap verder. Dat vond ik. Ik ging even door zijn album heen. En het was niet zo dat ik het met bloed uit mijn oren uit wilde zetten. Helemaal niet. Maar, daar ben ik iets minder enthousiast over. Ik ben wel benieuwd. Want jij hebt veel met Nielsen gegeven voor de podcast. Ja. Jij ontvangt hier alle artiesten. Nu dan Thijs Boontjes. Merken jullie dan dat zij... die vrijheid gewoon zich kunnen toe-eigenen? Ja. Nou, omdat ze juist meer zelf moeten regelen... kunnen ze dus ook meer zelf bepalen. En het is tegenwoordig ook zo dat omdat de meeste maatschappijen wat kleiner zijn... en wat compacter, dat je ook wat makkelijker kan schakelen... en wat nieuwe dingen kan uitproberen. Dus ik denk dat het zeker zo is, ja. Maar het hele cliché van uit Free Falling van Tom Perry... de A&R man said I don't hear a single. Mm-hmm. Is dat weg? Ik heb het idee dat het te maken mee heeft... dat deze artiesten hun eigen kanaal hebben. Dus met al hun volgers bereiken ze al veel meer dan wat ze... vroeger natuurlijk met traditionele media. Ja, maar zoals de traditionele radiomaker en tv-maker en artiest. Ja, fuck de grote kanalen. Je hebt podcast, je hebt YouTube en je hebt social media om je eigen koers te varen. Ik denk dat je wel wat slagkracht geeft naar bijvoorbeeld een label toe. Fantastisch? Ja, is fantastisch inderdaad. Dus zeker. Ik zeg, jij mag wel willen dat ik dit ga doen, maar ik heb 20.000 volgers. Ja, dus volgens mij, volgens aan mij...
Dat zou kunnen. Ik word er heel blij van als dit zo hoor. Hey, we zijn zo lang blijven hangen bij het onderwerp Dreetje Hazes dat we ondertussen even wat heel gaafs moeten gaan draaien. Als één zin over Black Peaks, dan moeten we muziek gaan luisteren. Nee, David, we hebben het over niet over André Haas. We hebben het over de vrijheid van de artistieke geest. Ja, nee, dat is wat waar. Ik vind het nogal wat... Alfred in één zin, Black Peaks? Oh, ik wil bijna een scheldwoord gebruiken. Ik kan niet anders. Mag, podcast. Heel erg. Ik houd het bij fucking goed. Dus dat zijn twee woorden, maar luister maar even inderdaad. Ja. Even wat context. Dit zijn goede vrienden van ons uit de UK. Die hebben in onze John Coffee-periode altijd onze supports gedaan. Mm-hmm. En als ik een band moet uitkiezen die wat wel echt de beste tourvriendjes zijn geworden, zijn zij het inderdaad wel. Zij kwamen bijvoorbeeld, als we dan in Tsjechië speelden, kwamen zij een dag eerder ingevlogen, zodat we op dezelfde dag konden chillen en zuipen, weet je wel. Dus we hebben altijd een hele goede band gehad. En nu komt eindelijk een tweede album uit dus. En ja... ik heb zoveel respect voor die dudes, muzikaal gezien. Die drummer, de gitarist en ook de zanger. Zo fantastisch. En dan zie je ze gewoon een album droppen. En dan zie je hoe dat gaat in Engeland. En ze zijn echt upcoming. Ze zitten echt op het randje van... Oeh, deze guys zouden het dus echt wel eens kunnen gaan maken. En dat heb je ook wel met Nederlandse bevriende bands natuurlijk. Maar als je dan... Ja, muziekvrienden. Ik spreek mijn liefdesleven niet met ze of zo, maar... Als je dan die dudes het in de UK ziet doen... en dan weet je gewoon van... oeh, maar als je het in de UK weet te maken... dan zou je wel eens heel groot kunnen worden. En dan, ja, ik ben gewoon fucking trots op Maar denk je dat het daar ligt? Waarom onderscheiden ze zich dan van andere bands uit de UK... die soortgelijke dingen doen? Wat origineler. Ja. Die zanger, Will, durft veel gekkigheid te doen. Hij gaat ook over zijn nek. Nou, dat is toevallig nu niet, maar hij gaat de gitaar staan. Hij krijst echt flink over zijn nek af en toe. Ja, hij doet het hele liedje doet hij op falsetto. Ja. Hij doet... hij doet alles. En als je hem ziet... We hebben hun ontmoet in 2015. Toen speelden we gezamenlijk op een back-to-back festival... 2 dagen achter elkaar. En ze speelden na ons op een klein podiumpje. En ik zie in één keer een walrus staan. Echt zo'n dikke dude en een snor, jongen. En hij keek... Ja, we hebben gelukkig camera. Hij keek echt zo... naar het publiek. En hij bleef maar kijken. En dan kwam hij weer met die bels van hem. Ik dacht, nou ja... Dus wat het onderscheid is... Het is gewoon heel goed uitgedacht. En qua sounds vind ik die gitarist... Die is zo goed. Wat vind je op lijken? Ja, ze hebben wel wat weg van een... ze halen wat Deftones. Hebben ze wel wat van weg. Ik dacht aan het begin een beetje een At The Drive-In. Oké. Die chaos zit er ook wel een beetje in, inderdaad. En wat ik leuk vind... En dat hoor ik wel een beetje in een Engelse traditie qua bands. Het is altijd best wel een beetje zwaarmoedig. Ze durven hele emotionele zanglijnen te zingen. En dan komt zo'n kutpiep doorheen. Ja, sorry. Zit hier gewoon mijn hart bijna uit te storten. Nee, sorry. Laat me uitleggen. Ik heb echt een super vet nieuw paneeltje gekocht... waarop ik dus allemaal vette dingen kan doen. En dus ook dat bijvoorbeeld. Maar met de aansluiting met mijn telefoon gaat iets gewoon nog niet goed. Nee, ik weet niet wat het is. Lekker pionieren. Nee, dus dat is gewoon heel vet. Die excitement voor die jongens zelf van wow, misschien gaan jullie het wel maken. En weten we, we zijn close als muzikanten. Dat maakt het gewoon heel vet. En als ze dan zo'n album droppen in onze band-app, ging die natuurlijk direct rond vrijdag. En
Het was meteen van, wow, wat is dit voor plaatje? Holy shit, 8 liedjes. Het zijn gewoon, dit is dan een kort liedje, maar het zijn ook, de meeste zijn 6-7 minuten lang, weet je. Durf dat maar eens en dat BBC je nog wel oppikt. Weet je? Kun jij wat mee, Michiel? Ja, ik vind het heel fijn. Ja? Ja. Is het iets wat we eventueel op Kink gaan horen? Ja. Geschreeuw? Ja. Ja, ja, mag ik wel hopen. Ja. Ja, een goed liedje is een goed liedje. En ik wil me niet laten afschrikken door... ja, maar wat vindt de goegemeente hiervan? Het valt me op namelijk dat in Engeland superveel harde beentjes een weg vinden op BBC. Mm-hmm. BBC heeft een vette rockshow. Daniel Carter. Ja. Moeten dit soort beentjes dan nu naar Kink als in Nederland langskomen? Ja, graag. Deur staat wagenwijd open. Ja. Ja, ja, wat je zegt, dat is wel de kern, hoor. Het is inderdaad een liedje. Ja. Hoe hard de herrie ook is, als je een fucking goed refrein erin gooit... denk van, wow, en die komt net ook in. En weet je, ook al... zouden mensen denken, oh, er wordt geschreeuwd. Als jij zo een liedje aan mij verkoopt, dan zit ik al klaar. Want ik vertrouw jou op basis van wie je bent en wat je al die jaren hebt gedaan op jouw muzieksmaak. En wat je me kunt aan de man kunt brengen. En als jij, misschien moet je het van tevoren zeggen. Ja, oké, er wordt een beetje geschreeuwd, maar luister even doorheen, want zus me zo. Huh? Ja. Dan staan mijn oren open. Ja. 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 Ja, ja, ik hoop dat daar ruimte voor is, natuurlijk ook in Nederland. Ik bedoel... ik denk dat het live is er veel meer ruigheid mogelijk dan dat we eigenlijk aan de niet-live kant terug horen als publiek, denk ik, in zijn algemeenheid. Hey, dus ja, fucking vet. Ja, en wij gaan dus... Wij deden vroeger ons voorprogramma. Ja, en nu door Tusky. Ja, dus we gaan heel Europa door. Dus, en dan als hun voorprogramma. Dus dat is ook weer cool. Die gasten zijn ons niet vergeten. Van, tuurlijk, we nemen Tusky mee. Gaan jullie ook weer een stukje van hun set meedoen? Dat deden ze natuurlijk bij ons altijd. Nee, maar we hebben net een liedje hier bij Martijn in de studio opgenomen met een saxofoon solo. Dus ik hoop heb je hier opgenomen? Wij, ja. Met een saxofoon solo, ja. Ja, ja, ja. Will van Blackpink zou hem eigenlijk inspelen, maar dat ging niet door. Die zat in... Dat saxofoon. Ging helemaal mis. Dus toen hebben Jantje Trompet van Blauwtsoen maar weer eens ingevlogen. En die heeft hier een uur staan glimlachen. Dus dat is super vet. Dus dat is heel cool, weet je. Nou, dan gaan we gewoon lekker toeren met z'n allen. Ja. Hey, Kink, we hebben al een paar keer nog een hint. Laten we even bij het begin beginnen. Jij stopt. Je bent gestopt net met 3FM. Ja. As we speak, 4 dagen geleden. En jij begint in februari een nieuw avontuur. Kink, niet langer Kink FM, maar nu gewoon Kink. Klopt. Misschien even in 3 zinnen voor de mensen die het toch niks zegt. Zoals mijn vriendin bijvoorbeeld. Ja, nee, prima. Niet. Kink FM was van 1995 tot 2011 een kabelzender met alternatieve muziek. Ja. Ik vind alternatieve muziek is misschien een wat losser begrip geworden. Uh-huh. Maar in ieder geval muziek die net wat dieper gaat en muziek die echt is. Dat komt terug. Niet op FM, maar wel online als lineair radiostation en als podcastplatform. En een plek waar je de beste streaming playlist kunt vinden. Ja. Oh. Dit heb je eerder gezegd in 3 zinnen. Ja, ik hoor het. Nou ja, god, het basisonderdelen kopen. Basisonderdelen wel, maar niet per se in die volgorde. Ja. Wat voor muziek gaan we horen? Ja, dat is wat ik zeg. Alternatief is zo'n moeilijk begrip. Ja, maar dan denk ik ga de hele 90's platen, oude rockplaten horen. Nee, dat niet. Kijk, natuurlijk zijn er heel veel mensen die. Er zijn heel veel mensen die hun eigen Kink hebben. Als je Kink al kent van vroeger. Dan heb je 95, 96, dus de begintijd. En dan heb je Blur, Oasis, Suede. En dan heb je de Zero's tot aan het einde. Dat zullen de comfortliedjes zijn. Tussen alle nieuwe dingen wil je af en toe ook even mee kunnen zingen. En ik zal dan op Kink niet kiezen voor een gezellige meezingen van Bon Jovi. Maar dan hoor je bij mij inderdaad een oude van Muse of De Staat. Zoiets. Ja. Nou, ik las ergens in een interview dat jij vertelt... ik ben een beetje klaar met het draaien van compensatieplaten. Ja. Is dat dan wat je bedoelt? Er zullen wel comfortplaten zijn, maar dat zijn dan ook... Ja. Oude, grotere, alternatieve knijters. Het is, je kunt niet alleen maar nieuwe muziek pompen de hele dag op een radiostation en het dan nog lekker comfortabel hebben voor een gemiddelde luisteraar. Ja. Maar dan kun je verkiezen over, oké, wat doe je dan om het wel comfortabel te krijgen tussen alle nieuwe geluiden door? Draai je dan... Z, Ariana Grande of de Chainsmokers. Ja. Of kies je inderdaad voor een oude van Blur of De Staat of Fall Out Boy. Ja. Ja. Jij gaat zelf los dat je zendermanager bent. Mag je zendermanager doen? Ja, programmaleider, directeur, zendermanager, weet ik veel. Ja. Ik ga over de creatieve invulling van het geheel. Ja. Ja. Ga jij zelf de ochtendshow doen? Ja. Dat is de enige DJ-spot die nu bekend is. Ja. Dit is het moment dat jij op zoek gaat naar de rest van de DJ's. Maar er wordt nu heel veel koffie gedronken, ja. Ja. Wacht een biertje. Wij hebben onder andere een bakje koffie gedaan. Jij wilde graag dat ik dagelijks de middagshow kwam doen.
3-6. Ja. Kan ik me dan zo voorstellen. Ik besloot dat ik 3FM een kans wil geven. Mede met het nieuwe alternatieve geluid ben ik benieuwd naar. Verklaar je me dan voor gek? Ik vind het wel heel jammer, ja. En ik denk wel dat als ik echt in jouw hart kijk wat jij echt heel erg leuk vindt, mm-hmm. dat jij beter bij King past. Dus jij verklaart me eigenlijk voor gek? Dat wil ik niet zeggen. Als jij zegt van ik ga liever voor het comfortabele plusje van vadertje staat, dan is het jouw. Heeft het ook niet mee te maken dat jij op dit moment gewoon niet dagelijks een programma wil maken, omdat je dan gewoon niet aan je andere werkzaamheden toe gaat komen? Ja. Ja. Dat zou ik me nog veel meer kunnen voorstellen. Dat het geen eens een keuze is. Nee. Zo zich gebaseerd. Nee, maar ik ben natuurlijk net 3/4 jaar bij 3FM even bezig. Ja. Ik hoor nieuwe geluiden. Dan vergeet ik een naam opeens. Sharit Alles. Mm-hmm. Die een alternatieve geluid wil gaan laten horen. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ja, ik ook. Ben jij sceptisch dan? Nou, 3FM is een publieke zender en zal, vermoed ik, altijd net wat meer een breder publiek willen, moeten aanspreken dan ik me kan permitteren met Kink. Ja. Ja. Ik heb liever een kleine groep luisteraars die echt 100% weten, ik hoor je nooit een kutplaat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Je kunt nooit iemand 100% tevreden stellen, maar die echt zeggen, ja, maar dit is echt mijn club, hier hoor ik echt de muziek waar ik heel blij van word, dan dat ik wat vaker een knieval moet maken voor een wat groter. Laat ik zo zeggen, die 2,9 die 3FM nu heeft, ik doe er een woord voor. Terwijl ik weet dat ze bij 3FM denken, dat kan beter. Ja. 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 Ja, ander uitgangspunt natuurlijk ook, ja, waar je vandaan, ja, komt. Hey, ja. Mag ik nog wat vragen? Oh ja, ja. En in hoeverre gaan jullie eigenlijk rekening mee houden? Het eerste half jaar ga je misschien überhaupt nergens rekening mee houden. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk toch eens even kijken hoeveel mensen er eigenlijk luisteren. En dan ben ik wel benieuwd met zo'n station in hoeverre je denkt, weet je wel, als er weinig mensen luisteren, die hebben het nou zin, is het prima. Kink zal zeker in het begin ook een kleine club, een kleine organisatie zijn. Met niet 30 DJ's die een salaris hebben van waar gemiddelde Nederlander van denkt dat verdient een DJ. Dus we kunnen ook klein opereren. Ja. Waardoor er ook minder binnen hoeft te komen om te overleven. Het is wat mij betreft net zoals een goed lopende podcast werkt. Dat is een veel kleiner publiek dan broadcasting, maar daarmee wel volledig zichzelf kunnen bedruipen. Dus ik kan niet zeggen met hoeveel luisteraars dat zal zijn. Die kennis heb ik gewoon niet. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het met veel minder aan toe kan dan een gemiddeld breed radiostation. Nu heb ik ergens gelezen tussen de 3% en 4% dat het een doel zou zijn. Ja, nou ja, daar laat ik me verder niet over uit. Ik heb geen doel. Als we over 2 jaar kunnen zien dit heeft potentie, dan ben ik wel heel blij. En laten we heel even, precies, want 3-4%, dat zijn termen die ik nu snap ondertussen. Ja. Maar over hoeveel luisteraars hebben we het als we het hebben over 2,9% luisteraandeel bij 3FM? Dat weet niemand, hè? Nee. Dat is toch werkt dat ook niet. Je kunt het wel zien, hoor. Als je kijkt in het luistercijfer van een radiostation, zoals het nu in Nederland wordt berekend, is een mix van hoeveel mensen er luisteren en hoe lang die mensen 13 miljoen in 2017. Niet per maand. Ik geloof dat het. Wacht even. volgens mij zit een 538 op per week of maand 3 miljoen verschillende luisteraars. Zoiets. Okay. Maar die luisteren relatief korter dan tot voor kort, toen 3FM nog heel erg succesvol was. De gemiddelde 3FM-luisteraar luisterde veel langer. Er waren er minder altijd dan bijvoorbeeld bij 538 of bij Sky. Ja. Maar de 3FM-luisteraar luisterde veel langer. En daarmee werd in de vergelijking dat een belangrijk element in het luistercijfer. Ja. Ik heb Kink nooit geluisterd zelf. Ik ken het wel. En ik ken het met name omdat mijn maatje Alfred daar vroeger werkte. Dus ik vind het heel interessant dat jij hierbij nu ook zit. Hoe vond jij het om te horen dat Kink weer terugkomt? Nou ja, het gaat al een tijdje de ronde. En er is ook wel zo'n een groep, appgroep. En dan Jan Hoogstein, de directeur. De main guy natuurlijk. Ja. In het begin natuurlijk ook al. Die had iedereen al wel redelijk verwittigd. En voordat het überhaupt al op Facebook en dingetjes weer. En super sceptisch in het begin. Huh? Mijn eerste reactie was van, dit wordt toch niet een hang naar nostalgie. Van wow, wat was het allemaal weer mooi. En we gaan. Dus dat hij. Ook in de feed, hoor, die ik zag langskomen, was heel nostalgisch. Dus ja, ik moest het nog maar even zien. Nou goed, er is toch een investeerder gekomen nu. Nou ja.
als er een platform nu wordt opgestart en er wordt een programmaleider aangenomen en er komen gepresenteerde programma's, denk ik van, er is in ieder geval wel cash. Ja. En er is visie. Ja. Leon Ramakers, de man van Mojo. Ja, Mojo, die in de jaren 90 natuurlijk ook al mede-investeerder was. Ja, of klopt. Aandeelhouder ja, zelfs. Toen was het Mojo zelf. En dat is, ik weet niet precies wanneer het is opgehouden, maar dat was wel in 2003, toen de etenfrequentieveiling kwam, waar Kink een kans op maakte om op de FM te ontvangen te zijn. Maar toen had de Vereniging Veronica, toenmalig eigenaar, besloten, we gaan niet meebieden, want het is veel te duur. Toen was Mojo wel even boos. Nu is het niet Mojo, maar Leon Ramakers zelf die investeert. En ondanks dat hij toen echt behoorlijke deksel op zijn neus heeft gekregen, vertrouwt hij in de aanwezigheid van een platform als Kink. Met die muziek en ook zeker, en dat is ook waar mijn vertrouwen in zit, het was jarenlang alleen een kabelradiostation. In 2011 is de stekker eruit gegaan. En volgens mij was dat voordat mensen echt een beetje online gingen luisteren. Je hebt nu databundels 4G, binnenkort 5G. Er zijn zoveel meer. Wie luistert nog echt naar FM radio? Kun je iets vertellen over het luisteraandeel van Penguin nu? Penguin Radio? Nee, ik heb echt, die laat het ook niet meten. Ik weet niet hoeveel mensen er aan luisteren. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Die doen gedeeltelijk wat je met Kink wil gaan doen. Ja, dat wil ik ook nog eventjes gezegd hebben. Op een gegeven moment zei ik, ik geloof in dat NRC-interview, dat een beetje de lancering was van, nou, dit gaan we doen. Dat er nooit een serieus alternatief is geweest voor Kink. Dat was ik ook. Ja, Penguin-luisteraars waren daar een beetje gepikeerd over. Tenminste, niet iedereen, maar ik heb er wel een paar reacties op gehad. Ja, maar er is toch ook Penguin? Ja. Niks ten nadele van Penguin. Ik vind, als je daar in het gat, want het was echt een gat toen Kink hem stopte, daarin te springen, alleen maar respect. Maar ik denk wel dat een volwaardig station met gepresenteerde programma's en ook de slagkracht die de merknaam Kink heeft, gekoppeld aan een grotere distributie, dat je wel meer een alternatief bent voor het voormalige Kink FM dan Penguin nu is. Ja, en ik denk dat het eigenlijk twee hele verschillende dingen zijn. Toen Penguin is wel opgericht door een aantal, tenminste met financiële steun van een aantal Kink-fans die het zonde vonden dat het weg was. Mm-hmm. En toen destijds zijn wat aantal Kink-mensen dat werkelijk gaan doen. Dus een van de samenstellers die was de laatste jaren ook muzieksamensteller bij Kink inderdaad. Ik heb de eer en het geluk gehad dat ik daar vanuit mijn stage mijn werkcarrière heb kunnen beginnen. Dus ik heb daar 3 jaar, tussen 2006 gezeten. En toen was eigenlijk de hang, in 2011 komt er weer een veiling. Dat was het idee. Ik weet niet, dat is of niet gebeurd of wel gebeurd. Rond die tijd zijn de commerciële zenders weer om tafel gaan zitten. Toen was ook volgens mij dat de overheid zei, we gaan verlengen als jullie investeren in DAB+. Dat was toen een beetje het verhaal. Ja, dat is niet een beetje vaag afgelopen toen, heb ik het idee. Ja, en de toenmalige eigenaar Vereniging Veronica had gewoon totaal andere visies op wat zij wilden doen. Het was niet zo dat Kink slecht liep. Voor wat het op de kabel kon, ging niet onaardig. Alleen de Vereniging Veronica die dacht, we kopen liever het ANP dan dat we nog een radiostation runnen. Ja, kijk, dus die laatste 2 jaar kan ik niks over zeggen. Maar in de jaren daarvoor werd er wel echt naartoe gewerkt. We gaan dit station klaarmaken voor de FM, voor de ether, zodat we inderdaad tussen de 3-4 destijds ook een zenderaandeel kunnen pakken qua procenten. Wat er toen gebeurde, is dat eigenlijk alle randjes eraf gingen. En dat het een 3FM met een randje werd. Mm-hmm. Dus alle avondprogrammering werd weggehaald. Dus alle specialistische programma's. De hip-hop, de rock, de metal, noem maar op. En er werd het was natuurlijk al een brede programmering, noem je dat? Horizontale programmering was er natuurlijk ook al. En gaan jullie dat nu ook doen? Hoe gaan jullie het invullen? De zender. Dus wordt het een complete horizontale programmering gebaseerd op radiowetten? Of durven jullie echt gewoon fuck it, we gaan doen wat we willen? Wel met een bepaald publiek voor ogen natuurlijk. Mm-hmm. Maar durven jullie die randjes zo meteen op te zoeken? Ik ben ervan overtuigd sowieso dat binnen wat er nu op de radio te horen is, dat Kink een en al rand is. maar ik denk ook, en dat zal per genre, per programma bekeken moeten worden, dat je ook heel goed nu een keuze kan maken. Wordt dit iets wat je op de lineaire radio een uur lang of 2 uur lang uitzendt? Of wordt dit een podcast met ook van daaruit wel op de lineaire radio tracks uit het genre laten horen en zeggen, nog meer hiervan? Want dat podcastplatform, dat ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, dat is heel belangrijk voor me. Dat is vanaf dag 1 staat het op hetzelfde level als lineair. Lineair is bijna een soort constant lopende reclame voor alles wat Kink te bieden heeft. Ja. En
ja, dat zal per genre, per programma, wil ik dat nog bekijken. Maar ja. Hoe werkt dat praktisch dan? Jouw ochtendshow zit erop om 9 uur? 10 uur? 10 uur, ja, 10 uur, ik weet niet. Jouw ochtendshow zit erop. En dan ga je als een malle ga je jouw fragmentjes krimpen en dat weer aan elkaar praten, zodat je om 11 uur een podcast online hebt staan met de ochtendshow. Veel eerder. Okay. Waar ik van baal is dat... dat is jammer. Radio 1 heeft een nieuwspodcast, een dagelijks. Die komt om 12 uur online. Daar heb ik ochtends echt 3 keer niks aan. Nee. Dat doet nu.nl komt om 5 uur ochtends volgens mij online. Zo doe je dat. Maar dan moet je vroeg je bed uit, man. Precies, invulling is het nogmaals. Het wordt allemaal nog gebouwd. Ja, nu, natuurlijk. Maar ja. Het is wel iets waarvan ik denk het is een term die had Google laatst bedacht. Toen Google in podcast stapte, hadden ze de term first class citizen. Dat vind ik heel mooi en heel belangrijk. Dat is wel. Weet niet wat dat betekent? Nou ja, podcasting in hun zoekresultaten is een first class citizen. Dat is net zo belangrijk als een website. Ja. En het hele idee van on-demand. Volgende week komt de Google Home naar Nederland. Als jij tegen je smart speaker over een paar maanden zegt... geef mij het laatste muzieknieuws van Kink of belangrijkste releases... dan moet het net zo logisch zijn als je radio aanzet. Ja. Nou, ik zeg nu tegen mijn Google Home, ik heb hem in het Engels nu. Ik zeg good morning. Dan zegt hij tegen mij, goedemorgen David, heb je lekker geslapen? Dan leest hij mijn agenda voor. Dan zegt hij wat voor weer het die dag gaat worden in Utrecht. En dan start er automatisch een nieuwsshow. Ja. Nu heb ik dingen als The Daily, weet ik veel wat, die een nieuwsshow hebben. Zometeen wil ik dat natuurlijk in het Nederlands, als hij volgende week vertaald is. 24 oktober komt hij uit. Maar dan is natuurlijk de vraag, wie gaat het worden? Vooralsnog is dat dus nu.nl die meedoet. Nou, ik weet niet hoe het bij Maar Google... daar gaat Kink dus bij staan dan. Ja, ik weet niet precies hoe het bij Google gaat, maar van Alexa weet ik dat werkt gewoon. Iedereen kan een skill maken voor Alexa. Mm-hmm. En je kunt zelf als gebruiker bepalen in mijn daily briefing, wat dan jouw goedemorgen Alexa of goedemorgen Google is, dat bouw je zelf op met je eigen ingrediënten. Ja. En als jij liever op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws uit de alternatieve muziek zien dan zakennieuws, dan kies je voor Kink en niet voor BNR. Wordt de redding van Kink dat ze gewoon een nerd in huis hebben gehad? Nou, dit is supergoed. Dat is wel waarom ik dit wil gaan doen. Ja. Ik kan nu mijn radio know-how combineren met mijn tech know-how / enthousiasme. Oh. Ik zei op Twitter dat jij hier zat. Er kwam uiteraard een stormvloed aan vragen. Oh, Martijn heeft... Mag ik nog even één vraag stellen? Ah. Mag ik nog één biertje? Kom er. Ja, het is, laten we nog een rondje bier doen ook. Maar ik heb ook nog een vraagje erbij. Het is een hele andere vraag. Wat ik de laatste tijd bij 3FM een beetje miste was de afdeling talentontwikkeling. Mm-hmm. Er werd gewoon wat minder aandacht aan besteed. Hè. 's morgens niet meer elke keer een bandje. Minder live muziek. En ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd of jullie daar ook iets mee gaan doen. Ja. Dus met live muziek, met talentontwikkeling. Kijk, ik weet nog niet, heel stom gezegd, of ik nu een... De huisvesting is nog niet rond. Nee, precies. Dus je weet niet of het kan. Nee, ja. En ook de technicus die dat moet schuiven. Maar ik zou wel gek zijn als ik niet het Nederlandse clubcircuit en het Nederlandse de jonge bandscircuit zou omarmen. Ja. Daar gebeurt het, daar begint het. Oké. Okay. Nou ja, 100%. Nou, super fijn. Ik ben blij. Ik zeg jou ook als producer. Nee, en, zeker. Ja. Ik vond dat een hele fijne tijd. Bedoel, je kan zeggen van Giel Beelen. Giel Beelen, ja. Maar er stond wel elke ochtend een Nederlands bandje. Ja, en dat was gewoon niet altijd goed per se. Maar ja, dat maakt er niet uit. Nou, ik heb zelf, toen ik de avondshow deed op 3FM, heb ik 8 jaar gedaan. Elke, toen nog serious talent tegenwoordig talent, kwam live spelen. Maar er zat echt wel minder spul tussen. Aan de andere kant, toen ik mijn afscheidsuitzending maakte vrijdag, had ik ook Kenton en Chef Special. Die zeiden, hé, jij was de eerste. Ja. En niet om op de borst te willen kloppen, maar dat is wel. Zeker. Zet je er maar voor open. Zeker. En als je het geen kans geeft, ja, hou dan maar op. Ja. Sander Hogedoorn zegt: ik wil 2 à 3 keer per week bandjes. Want ik wil juist alleen maar goede bandjes. En niet de mindere. Snap je dat ook? Het perspectief van de radiomaker. Ik vind het leuk als er af en toe ook slechte bandjes zijn. Ja. Dat vind je ook vermakelijk. Behalve dat het amusementswaarde heeft. vind ik, hoeft toch niet alles helemaal voorgekoud perfect te zijn. Ik ben het met je eens, ja. Dus ik vind ook dat er veel te weinig talents zeg maar, worden gepromoot. Vroeger was dat denk ik wel 3-voudiger van wat het nu is. Huh. En dat was misschien wel heel erg veel. Ja. Maar ik denk, om het voor bandjes ook interessant te houden... om dat te willen zijn... Zul je toch met iets meer moeten komen dan wat er nu is. In ieder geval op 3FM. Was maar een DJ in de nacht die elke week een bandje had. Dat zou gaaf ook zijn. Ja, maar er is geen budget voor de technische gedeelte daarvoor. Even aanplukt. Op Twitter zei ik, Michiel Veens, dat jij hier zat. Er kwam shitloos aan vragen. Ben je er klaar voor? Heeft iemand nog een voorkeur voor een smaakje? Anders pak ik nu een andere. Ik ben benieuwd naar het honingbier. Kom maar door. Klap van de molen. Jezus. Jan-Willem van der Pol stelde op Twitter de vraag, die eigenlijk aan mij gericht is. Die zei, hoe is het met je nieuwe baas bier te drinken?
Nou ja, je hebt dus juist een blauwtje laten lopen. Dat spreekt voor zich. Fred Spekvet vraagt ook of je een samenwerking aangaat met Kink. Nee, Jan-Willem van der Pol zegt daarna ook... hoe gaat de toekomst van de podcast eruit zien? En hoe gaat Kink hiermee om straks? Nou ja, dat heb ik voor mij ook die hebben volgens mij net ongeveer besproken. Jasper had een interessante vraag. Hij zei, je bent natuurlijk net klaar bij 3FM. Ik snap volledig dat je niet op je oude werkgever wil gaan zitten bitchen. Mm-hmm. Deze zul je voorzichtig beantwoorden. Maar Jasper zei, noem eens een aantal artiesten die je die we op 3FM... Sorry, noem eens wat artiesten van 3FM die we ook op Kink gaan horen. En noem eens wat namen die we juist niet op Kink gaan horen. Oh, dat vind ik wel een goeie. Dus dat zijn platen die je gedraaid hebt de afgelopen maanden... waarvan je zegt, nee, maar dit is gewoon niet... Daar kan ik er meer genoeg van opnoemen. Okay. Dat zijn al die compensatieartiesten waar ik vaak nog over heb gehad. En noemen ze eens twee? Ariana Grande, Chainsmokers, Zed. Ariana is wel lekker. Ja, ik snap het niet, dus niet keek. Nee. Maar ook Dua Lipa, dat vond ik wel interessant. Die werd laatst ook aangehaald. Die staat natuurlijk wel op Lowlands. Ja. En Kink heeft zich heel lang... het oude Kink FM heeft zich gespiegeld aan Lowlands. Maar dat is ook wel breder geworden. Ik zou Dua Lipa niet op Kink draaien. Maar om het om te draaien... ik gooi je volledig bier door de studio, Martijn. Sorry. Dat geeft er niks. Oké. Okay. En dat hoort. Ja. Tape Toy. Daar zijn ze weer. Ja. Ik draai het dan wel. Het wordt ook wel gedraaid op 's avonds laat, 3 voor 12. Okay. Maar 3FM heeft ook... Ja, we hebben ook al Eut en Pip Blom. Dat is dan wel lastig. Ja. En dan denk ik, ja, jongens, het is niet dat het een het ander uitlaat. Dit is wat er is en dit is wat nu goed is. Ja. Dus laten we dan misschien deze maand wat meer rock dan dance of zo. Ja. Ja, en Lowlands is natuurlijk ook ontzettend veranderd qua programmering. Ja. Als je het vergelijkt met 20 jaar terug. Ja. Toen wij allemaal vrolijk gingen als in ons tentje, hè? Toen ik zelf nog stond. Hey, Niek van der Pol had op Twitter een vraag voor Alfred. Dat vond ik een leuke. Hij zei, Alfred, heb jij de ambitie om weer DJ te zijn bij Kink? Ja, Alfred. En wat zou je dan willen maken? Nou, Show is vrij, hoor ik net. Nou, we hebben toen bij 3 voor 12, bij Roos hebben we een keer een paar uur gezeten. Weet je nog, Dave? Ja, weet ik nog. Mocht je heel even achter de knopjes, hè? Echt twee. Leuk, hè? Ja, twee tellen. Ja, ik heb dat sinds 2010 niet meer gedaan. En toen stond ik daar, jongen, van... Oh ja, Dalet. Oh ja, ik weet niet of het Dalet was. Het leek erop. Waar was je bij Roos? Twee jaar geleden. Misschien is het Omniplayer, maar dat is een zo goed als opvolger van Dalet. Ah ja, dat schijnt. Maar niet uit. Okay. Het ging best nog wel goed. Ja. Helaas hebben ze in de compilatie alle goede dingen eruit geknipt toen. En volgens mij kon Roos het gewoon niet hebben dat ik eventjes goed aan het schrijven was of zo. Maar ja, jij maakt nu muziek. Zou je überhaupt Wij hebben het hier ook wel eens over gehad natuurlijk. Ja. Ook omdat jij natuurlijk wel op podcast en radio richt ook. Nou, ik zie dat niet echt direct. Het is niet per se mijn directe ambitie. Ik vind het wel heel leuk natuurlijk. Ja. Maar ik realiseer me, ik ben daar zo lang uit. Dus ik zoek een beetje voor mezelf van... Oké, wat zou dan de relevantie zijn dat ik dat nu weer zou gaan doen? Ja. Mezelf is hij er wel. Ik snap dat je het last vindt om te combineren met het leven als muzikant. Maar om toch even op aan te haken. Ik heb liever iemand die, zoals jij net, aanzien, ervaring, passie, kennis van zaken, iets verkoopt op manier, ik denk top. Dan dat het een supergelikte DJ is die eigenlijk geen idee heeft wat hij of zij. Volgens mij is het gesprek wat wij ook eerder hebben gehad. Er zijn ontzettend veel goede presentatoren, heel veel goede DJ's, technisch heel goed op de radio. En net dat is nou iets wat ook weer niet per se de boventoon zou moeten voeren. Nee, dat vind ik niet belangrijk. En misschien ook wat podcasting soms zo interessant maakt. Ja, ik heb liever iemand waarvan ik echt het aanneem dat hij of zij zegt... maar dit is echt zo goed. Dan dat het echt super gelikt op een bedje in intro, fucking lekker vol. Ja. Nou, dat deel ik met je. Als ik luister radio, dan zit ik ook absoluut zo te luisteren. Ja, absoluut. Ja, klopt. Een beetje kennis van zaken is ook wel handig op radiotechniek. Ja. Helemaal verschillende levels. Daar vind ik het wel leuk als ik Mark van der Molen Pennywise hoor aankondigen. Maar, en over frikandellen praten. Dat is Mark 100%. En die is in de basis ook heel echt. Ja, maar zeker. Ook niet altijd meer in de middagshow. Nou, oké. Okay. Oh, ja, vooruit. Nou. Misschien zijn dat dan die mechanismes die je dat dan verwacht of zo van je. Ja, dat weet ik niet.
Twee vragen nog. Laten we daarna even muziek gaan draaien, want dan wordt het heel lang. Eentje is benieuwd. Er komt van Nico Welmer. Hij zegt benieuwd of er ook specialistische programma's terugkomen op Kink. Beetje in lijn van jouw vraag. Oh, ja. Komt er zo meteen een punkshow? Komt er een metal show? Komt er een ska show? Komt er een... Nou, ik vond het dus... Ik ben natuurlijk nog wat ouder, maar ik kom natuurlijk uit de tijd dat radio helemaal niet horizontaal was. Mm-hmm. In de jaren 80 en de jaren 90. En ik vond het gewoon heel fijn dat Henk Westbroek op donderdagavond harde muziek draaide. En dan wist je ook gewoon, nou, dat is dan donderdag. Daar hoef ik dan dus ook niet vrijdag of dinsdag voor op te blijven. Ik vraag me af in hoeverre nog andere mogelijkheden zijn, behalve dan horizontaal. Ja. Heb jij Rotje gebeld voor een specialistische show? Nee, nog niet. Nee. Ah, nog niet. Oké. Okay. Nee. Maar is er ruimte voor specialistische shows? Ja, op nou, en nogmaals, dat wil ik echt per genre en per programma bekijken. Mm-hmm. En dat ben ik ook niet helemaal uit. Ja. Maar binnen het voltallige Kink-platform, kut wordt. Maar dat wordt het wel, want alles is voor mij even belangrijk. Ja, zeker. Ik weet alleen niet of het altijd ook lineair op zender komt. Mag ik één ding zeggen? Ik zou er een heleboel al te zeggen. Liedje toch? Nou, podcast is natuurlijk wel, ideaal voor... Ja, daar is een puntje verdrukken. Dus ja. Nou, kijk, als één artiest nou echt totaal niet past bij Kink, volgens mij, correct me if I'm wrong, is het een Lil Kleine of een Ronnie Flex. Maar als één van die gasten een specialistische show krijgt op Kink, dan neem ik wel alles van ze aan. Ja, en meer dan ik het, Roosemarijn, maar meer dan ik het van Roosemarijn aanneem als het over de Nederlandse rap scene heeft. Ja. Dus ik wil alleen maar zeggen... Ja, maar dan ben ik nog wel... of de muziek die Lil Kleine mij aanraden, of ik dat zou verwachten binnen waar Kink voor staat. Waar ik staat Kink dan voor als in deze? Ja, ik vind het moeilijk te bevatten, maar wat ik in jouw podcast van 2 afleveringen geleden hoorde, toen je de luisteraars over de vloer had... Mm-hmm. Ja, tegen Opgezwollen en Winnen. En nee tegen Lil Kleine en Ronnie Flex. Dus dan zou Fresco een programma moeten hebben. Leg me heel even het verschil nog in twee zinnen uit tussen Opgezwollen en Lil Kleine. Ik voel hem. Ik kan alleen zelf niet zo goed onder woorden brengen. Nee, ik ook niet. Het is gewoon wat meer rock and roll, denk ik. Dus daar past het er beter bij. Minder glijderig, meer echt. Veel minder commercieel. Ja, en een liedje kunnen maken over je extreem fragiel geboren zoon. En niet over Gucci en bitches. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Terwijl ik heb dat... Ik heb laatst een onderzoekje gedaan voor mezelf. Ik ben het allemaal eens gaan luisteren. Dat SMIB bijvoorbeeld. SMIB. Ja. Ik was toevallig in de studio bij De Wereld Draait Door toen zij speelde. En toen zag ik hun soundchecken. En dat was ruig, man. Dat was zo gaaf. Zeg maar niet ruig, joh. Dat lijkt zo, omdat de rest zo ontzettend mat is. Maar die plaats even goed luisteren. Nee, dat klopt. Ik heb dus het album op Spotify gedraaid vorige week. Ja, slecht weet ik niet eens, maar dat kan ik niet eens bepalen. Die kennis heb ik gewoon niet. Nou, niet ruig in ieder geval. Nee, zeker niet ruig. Nee, het is heel super mellow en smooth. Alleen ik zag die dude optreden met z'n 2 of 3 waren. Enthousiast, maar ook schreeuwen. Wow. En ik was daar best wel van onder de indruk. Dus het is jammer dat inderdaad niet op als muziek zijn of op plaats zo erover komt. Maar ik ben er wel over gaan nadenken. Hebben we het er vorige week ook niet over gehad? Al die ruigheid die tegenwoordig bij al die hiphopconcerten ook is. Met Death en shit. Ik zit er wel mee in mijn hoofd van, wow, dat is toch wel cool. Ik zou wel geïnteresseerd zijn in een hip-hop show voor volwassenen. Dus niet... precies dat. Maar je ons door positie te horen krijgt. Dat hoeft het ook niet per se te zijn. Maar gewoon de hip-hop die ze misschien ook bij Kink draaiden in halfwege jaren 90. Dat is een beetje onzin natuurlijk. Er wordt nu genoeg goede hip-hop gemaakt. Ik denk dat er ook wel daar een prima markt voor is. Ja. Toch? Ja. Nou, het wordt heel spannend wie dan de hip-hop gaat selecteren. Want wat is dan wel credible en wat niet? En volgens mij is het best wel duidelijk, hoor. Ja, misschien voel je het allemaal wel, hè? Ja, maar je kunt het niet echt... Tenminste, ik kan het niet echt onder woorden brengen. Maar dat hoeft ook niet als je maar de keuze kan maken. Ja, maar dat komt wel... Kijk, ik snap daar niet zo heel veel van hip-hop. Maar ik weet wel dat een platform hip-hop in je smoel... die voelt dat feilloos aan. Ja. Wat credible en wat fucking cool is. En wat helemaal niet cool is, weet je? Dus zo'n platform, die voelt dat aan. En ik denk dat je, als je de juiste mensen hebt... dat je echt een hele gave, vooruitstrevende... moderne, nieuwe hip-hop show op Kink kunt hebben natuurlijk. Zonder dat het inderdaad... Abel-covers worden. Ik zou het wel interessant vinden als het dus niet horizontaal is. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Ik weet veel te weinig van radio, maar dat je er daar natuurlijk niet aan durven. Omdat iedereen dan echt zegt, je bent knettergek als je dat doet. Ja, het helpt wel als je horizontaal uitzendt. Omdat het gewoon... Ja. Wanneer je moet inschakelen, weet je ook... Okay, dit is Kink. Oké, dat is duidelijk. Ja. Maar tegelijkertijd moet Kink ook het
confronteren zijn met dingen die je niet per se gelijk comfortabel vindt. Mm-hmm. Want dat is per definitie volgens mij wat nieuwe muziek is. Nou, of een gedeelte horizontaal tot een uur of 7, 8 en daarna gespecialiseerd. Ja, maar wat jij zegt, dat de technische mogelijkheden tegenwoordig, dat is wel echt te gek inderdaad. Ja, dus je kunt verwijzen naar, vind je dit vet? Ja. Ga maar even toekie om en dan kun je echt urenlang van dit soort spullen opnemen. Want waar zou je uiteindelijk meer profijt van hebben? 6 losse tanden als een programma dat je alleen op dinsdagavond kunt horen op 3FM. Nou, ik zou dat wel interessant of vinden. Als podcast waarbij je altijd, oh, die push, yes, er is een nieuwe. En luister wanneer het jou uitkomt. Zonder dat je dan de mensen die, nou, 3FM is ook op dit moment met alle respect toch een beetje een niche-zender. En als je dan op dinsdagavond 6 losse tanden zou uitzenden, ja, dan stoot je ook mensen weer voor het hoofd en die zijn er weer weg. En, dus de extreme in een podcast stoppen. Nou, misschien wel. De distributiemogelijkheden, die zijn er. Ja, ja. En je moet je natuurlijk ook afvragen, als je tussen 12 en 2 uur 's nachts een programma elke donderdagavond uitzendt. Ja, doe je dat programma dan ook wel eer aan, inderdaad. Weet je, tussen die uurtjes, omdat dan. Heeft misschien ook niet heel veel nut op die. Nogmaals, ik ben er echt nog niet uit waar die balans zit. Maar voor mij is een goede podcast, of het nou door een icoon uit een scene wordt gedragen, of dat het gewoon echt heel extreme muziek is, is voor mij net zo belangrijk als een horizontaal gezellig tussen 9 en 12 ochtends programma met wat meer mellow, weet ik veel. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jongens, ik ook. Ja, we zijn allemaal heel benieuwd. Ja. Cool. Laat me muziek draaien, jongens. Het heeft lang geduurd. Lang gesprek. Ja, was een interessante materie. Ja, precies. Ik zou heel graag het hele nummer laten horen. Het is Nick Cave in the Bad Seeds met een nieuwe plaat. Dan ga ik even bier opdrijven. Nick Cave en The Bad Seeds kwamen vorige week met een nieuwe plaat uit. Een live plaat in Kopenhagen, waar onder andere deze Jubilee Street op staat. Mag ik heel veel terugpakken op het onderwerp van daarnet? Ik heb het heel veel snel opgezocht, want ik wist het niet helemaal zeker. Oh. Maar om aan te geven waar dan toch een soort van onderbuikgevoel zit van ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Ik heb in mijn programma altijd 5 essential tracks gedaan. Ja, ja. Artiestenvragen, daar hebben jullie ook nog gezet volgens mij. Ja? Ja, de Pink Pop Special. Belangrijkste liedjes uit jullie ooit. Zo. Dit was een van de 5 essential tracks van Rico en Styx. Oh, wauw. Ja, dat verbaast me niet. Nee, dat verbaast me niet. Nee, maar dit is misschien dat gevoel wat we niet kunnen vatten. Als je dan hebt over Credible of niet. Als de jongens dit soort muziek, dan denk ik, wow, vet. Jullie luisteren echt wel coole muziek. Ja. Dat is een beetje... Omdat ik hun dan dus wel wat beter ken, verwacht ik dat dan iets meer. Wat wil je hierover zeggen? Nee. Ja, helemaal niet zoveel. Ik wil vooral laten weten, deze plaat is er. Ik vind het namelijk enorm te genieten van deze live sound. Ik doe hem echt te kort om hem hier al weg te draaien. Het einde gaat hij namelijk volledig ontsporen met zijn band. Gaat gerust 30 bpm sneller spelen ook vooral. Kan draaien op Kink, hoor. Mag ik deze in zijn geheel draaien? Ja. We moeten misschien even kletsen. Maar waar hij bij mij enorme indruk op heeft gemaakt is 2 jaar geleden.
kwam zijn plaat uit, Skeleton Tree, 2016. Nou, hij was toen net een jaar daarvoor zijn zoon verloren. Was van een cliff afgesprongen. Of dat nou bewust was of niet. En waar iedereen dacht, Nick Cave schrijft al verschrikkelijk donkere platen. Gaat nu waarschijnlijk, we gaan in ieder geval 4-5 jaar niks meer van die man horen. Kwam er vrij snel een plaat. En nummer 1, eerste zin, is 1-op-1 de situatie omschrijven wat daar gebeurde. Namelijk de dood van zijn zoon. Ja. Hand in hand met die cd kwam er ook direct een documentaire uit. One More Time With Feeling. Ja, deze man kan bij mij niet meer zoveel stuk verkeerd doen. Ik sta wat ambivalent tegenover Nick Cave. Oké. Okay. Ik vind sommige dingen... het staat buiten de kijf dat het een enorm artiest is natuurlijk. Ja, oké. Okay. Soms vind ik het gewoon niet om door te komen... Komt ook een beetje omdat jij in je slechte periodes in de bandbus altijd die kutzooi opzetten. Ja. Ja. Davy had weer een kaart. Davy was weer boos. Davy was weer meer. En dan ging dat weer over de speakers. En dan zaten er dus 7 man in die bus. Jesus. Ik denk dat er een omslagpunt is geweest in het moment dat ik niet meer mocht DJ'en in de bus. Nee, dat ging niet. Oh. Ja, vertel even hoe je draaien ging. Ja. Ja. Volgens mij heb je dit ook nog gedraaid. Ja. Popronde afparty. Had je ook confetti knallers bij je? Wat dacht je? Ik doe een lekker tegendraadse afsluiter. Ja, nee. Ik vind het een geweldige artiest. Het was natuurlijk ook een punker. Eerst was het een punker. Ja. En toen, ja. Ik ben er gewoon nooit zo ingedoken. Dus misschien moet Martijn, kan jij hier iets mee? Ik ook eigenlijk niet zo. Oh joh. Nee, terwijl ik heel veel mensen in mijn omgeving heb die dit fantastisch vinden. Uh-huh. Ja, dat is echt opvallend hoe vaak ik dat hoort. Ja. In mijn omgeving. Ik denk hetzelfde. Ik heb er nooit echt in verdiend. Er zijn 3-4 liedjes dat ik denk, maar die vind ik echt heel mooi. En zo zit Set It By Your Side, Into My Arms, Right Red Hand, There's Jubilee Street. Prachtig. Maar echt in verdieping niet. Maar hoe vaak je dat niet hoort van mensen, oh fuck. Echt, ik maak nu een serie over 5TL Mojo, een podcastserie. Oh joh. Ja. Oh, en, hoe dan? Oh. Luister hem allemaal. En hoeveel mensen daar ook die zeggen, ja Nick Cave, beste concert dat ik ooit heb gezien. En het zijn mensen die echt zien heel veel concerten. Ja. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. En ook als ik dit hoor, dan... Dan denk jij prima, hou zo. Nou, ik denk niet. Ik ga eens even kijken wanneer die weer in de buurt is. Nee. Speelde die dit op Down the Rabbit Hole afgelopen jaar? Ja. Nou, dat was een heel vreemd moment, want iedereen ging daar natuurlijk heel erg voor. Ik was daar om een hele andere reden en ik kwam uit een ander concert met een nogal hoog energielevel. Piet, was jij daar met... Met mijn eigen beetje vattenboom. Dus het dak ging eraf, helemaal uit zijn plaat. Ik liep terug naar de backstage, kom je hier langs? Oh. En er zijn mensen, ja, moet je er wel even heen gaan? En ik stond daar, ik denk, wat doe ik hier? Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ik was er zo... Het zat er zo niet in. Maar ook als ik het nu hoor, dan lukt me dat niet. Nee. Ja. Ik vind dat Murder Ballads vind ik wel een gaaf concept. Oh, goeie, dat is lang geleden, toch? Dat Murder Ballads met Kylie Minogue. Ja, vet. Ja, dat is trouwens wel heel tof, ja. Waarom dat dan wel tof is? Omdat het veel toegankelijker is. Het concept in Het heeft een plaat gemaakt, Murder Ballads. Allemaal van die donkere ballades over dood en verderf. En met Kylie Minogue. They call me the wild. Oh, ja. Precies. Dat vind ik heel... echt zo'n hit. Ja. Oh ja, dat vind ik echt een vet concept ook. Dat, voor de rest, misschien heb ik de lichtheid van Kylie Minogue nodig om dit op me te nemen. Ja. Blijkbaar ben ik toch zo eenvoudig van muzikale geest dat ik dat nodig heb. Wel gaaf, je bent het helemaal losgegaan over Nilsson. Op ten positieve en nu Nick Cave. Hey jongens, ik zie mijn Zoom zie ik voorbij het uurtje klikken. Oh, wij moeten nog 2 onderwerpen snel afgaan. Heel snel. Alfred, jij moest iets zeggen. Ja, want anders krijg je dus een die is 3 uur, hè? Ja, maar oké. Ja. Nee, goed. Huh? Iets langer dan een uur kan prima. Maar het gaat wel constant echt over waar het over moet gaan. We dwalen niet af. Nee. Dus dan je bent mij nog niet kwijt. Oké. Nou, oké. Toen maar. Nick Cave. Nou, ik vind Into My Arms heel erg mooi. Alfred, jij moest het even per se over Jay hebben. Ja, ik vind dan het zo... We niet over Using Jay, dan hebben we het over Kanye's. Nieuwe naam Jay. Ja. Hij zat namelijk bij Donald Trump deze week. Ja, ik las dat dus op vakantie, Ik dacht van, oké. Maar dan denk je dat je alles gehad hebt, hè. Dat je echt niet gekker kan. Van allebei de kanten trouwens, hè. Want, dat is uiteindelijk waar ik ook naartoe kwam. He's a smart cookie. Ja, maar ik zag dat beeld en ik zag dat filmpje. En ik heb niet die hele 20 minuten gekeken, maar wel even een beetje doorheen gescrolld. En op een gegeven moment besefte ik wel van, deze jongens zijn hetzelfde. Ja. Ze zijn allebei gewoon megalomaan, narcistisch. Zij zijn het allerbeste van de wereld en de rest
wat iemand ook zegt, het doet er niet toe. Even 10 seconden voor het gevoel. Even 10 seconden voor Ik hoop dat je dan... Ja, zo gaaf. Gaaf. Oh, dat deed hij toch beter met zijn telefoon. Ja. Daar is die. Ik volg dus de snijtafel van de... Nou, het zit nu bij de VPRO. Ik weet niet of je het kent. Casper C. Jansen. Ik ben enorm fan. Patron van hem. Omdat ik er zo fan van ben. En hij... je kent het concept. Hij pakt soms interviews. Ja. Stukken uit talkshows. Die hij compleet op de snijtafel legt. Die hij gaat pakken. Ik hoop zo dat zijn volgende dingetje wordt. Deze. Nou, in ieder geval een gedeelte van die 20 minuten. Want het is... Ik dacht namelijk dat je heel diep inhoudelijk hierop in wilde gaan. Ik heb een paar dingen echt uitgezocht. Hij zegt echt rare dingen. Nou ja, dat hij zegt... We gotta bring the power to the pharmaceuticals... because we have to earn more money. Als je iets niet moet doen, moet je farmaceuticals meer macht geven. Ja, maar deze mensen hebben gewoon totaal geen mensen in de omgeving meer... die zeggen, hallo, even normaal en even dit. Ik las ook heel vaak van de laatste dagen... dat echt mensen schreeuwen om... we moeten Kanye hulp bieden, want het gaat gewoon echt niet goed. Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Ja, maar ik heb... Maar als je kunst maakt, maakt me geen reet uit. Dus als je muziek maakt, dan vind ik het juist wel interessant... dat hij zo verknipt is. Ja. Hij moet alleen gewoon niet met politiek gaan bezighouden. Nee, precies. En de NRA die dan natuurlijk helemaal wegloopt met zijn uitspraken. En dat het aantal doden, want Chicago, waar hij vandaan komt, is een ongelofelijke moordstad. En dat daar dan door democratische policies, dat daardoor het aantal doden zo omhoog is gegaan. En hij politiseert zoveel dingen. Kijk, als je crazy shit praat, want ik heb ooit een keer een BBC-interview met hem gezien. Dat is een jaar of 5 geleden. Ging hij helemaal los. Volgens mij een van de vroegere keren dat hij helemaal ging ranten. Toen zat ik echt van, oh fuck, dit is fucking cool. En toen had hij net Jesus uitgebracht. Mm. Heel kort, wie voelt Jesus? Ik voel hem niet. Jezus? Die hele plaat niet. Oh, ik dacht Jezus in mijn hartje. Nee. Want ik hoor mensen extreem enthousiast over die plaat. En ik snap het nooit. Oh nee, is dat niet... Is dat ik ben van de college dropout. Die oude kan jij... Ik heb het nooit echt geluisterd. Maar ja, oké. Maar goed. Maar ik vond het dus bizar dat Donald Trump was gewoon bijna 20 minuten stil. Die zat gewoon te kijken, wat zeg jij nou allemaal? En ik las een ik las een artikel, dat was de New Yorker. Een heel gaaf artikel. En die eindigde met van... Nu weet Donald Trump eindelijk eens een keer hoe wij ons voelen... als hij met zijn tirades bezig is. Want je zou zeggen, wow, dat was wel wat. ik vond het heel naar. En aan de andere kant, smullen. Twee, omdat het zo fucking surrealistisch is. Ja. En dat het nu eigenlijk al een beetje normaal voelt. Dat die twee idioten in het Oval Office dit soort dingen bespreken. Ja, het voelt al normaal ergens. Aan de ene kant is het heel erg grappig. Aan de andere kant, er was een podcast over media luister ik van de week. En daar ging het ook over, wat is nou nog het verschil tussen Goede Tijden en die hele Brett Kavanaugh zaak. Ja, ik heb geluisterd vandaag. Nou, en ik schreeuwde naar mijn oordopjes. Nou, heel logisch, dit heeft daadwerkelijk betrekking op het echte leven. Lachen dat het even niet klopt. Ja, dit is niet meer, dit is geen fictie meer. Nee, dat is het verschil. Dit zijn mensen die hij kan de button indrukken. Ja. Die man is niet goed bij zijn hoofd. En hij wordt door iemand anders die kennelijk ook last heeft van wat psychische problemen. Want dat denk ik gewoon echt. Wordt hij van adviezen voorzien? Of in ieder geval, die krijgt daar een podium. Ik vind het fucking scary. Ja, ik denk alleen dat aan het einde dat er toch niks gebeurt. Nou, dat hoop ik. Ja, nou, daar maak ik me dan niet zo zorgen om. Ja, okay. Richting die 2 jaar en dan zijn we onderweg. Voor die midterm goed op de heel slecht. Ik denk echt dat er nog 4 achteraan komen. Ja, nou, dat zou zomaar eens kunnen, hoor. Ik denk het niet. Er moet een fatsoenlijke tegenkandidaat op staan. Dat is natuurlijk het ding. Ja, dat komt wel goed. Ja, wie dan? Als die er was geweest. Dan iets van een... Jij ging naar King, dus dat wordt het dan niet. Oké, we kunnen nog een kwartier... Zullen we verwijzen naar onze politieke podcast die we volgende week... Ja, want ik heb onlangs begrepen, en het is ook echt waar... dat de meeste mensen die podcasts ontdekken doen dat... omdat ze in een podcast horen over andere podcasts. Oh, ja, dus, dat is ook aanstekelijk. Luister Pod Save the World. Ja, want? Luister Sam Harris. Laten we allemaal... Wacht even, klap. Klap van de molen. Klap van de molen. Tip.
Oké, ik maak... Wow, dat was... dat riffje ken ik. Paths Out the World is een voormalig medewerker van Obama. Die zat in zijn National Security Council. Die maakt nu een podcast wekelijks over alle geopolitieke zaken. Wat er nu weer aan de hand is. En het is heel links. Very bubblicious. Maar wel waar, vind ik. Michiel Veenstra, heb jij een... Klap van de molen. Klap van de molen. Ik heb een tip? Ja, heel veel. Kleine shout-out voor ik me echt een tip geef. Wat je twee afleveringen geleden riep over My Dad or the Porn. Ja. Hoezo kennen mensen dat gewoon niet? Ik zit er al diep. Ik was aan die theatervoorstelling in de Meervaart een paar maanden geleden. Fantastisch, jongen. Je hebt mijn tip helemaal niet opgevolgd. Nee, ik ken hem al. Maar ik vind man de podcast heel erg leuk. Zeg je dat ook omdat Domien een vriend van jou is? Zo ben ik er wel aangekomen. Ja. Maar ik vind het echt... Echt, ik heb vanochtend de nieuwste aflevering geluisterd in de auto. En ik heb zo hard gelachen. Ah, okay. Drie vrienden die zich afvragen, hoe mannelijk ben je eigenlijk? En spoiler, dat zijn ze niet. Over op het gebied van klussen, auto's, geld. En het is zo grappig. Ja. Martijn, heb jij een tip? Of nee, doe je überhaupt die jingle ervoor? Of, gewoon ja, doe die jingle, maar kom ik daarna met niks. Nee, je luistert toch wel een podcast niet te gek? Ik luister heel veel podcasts. Er is een vraag al binnengekomen. Ik luister eerst natuurlijk omdat ik dacht dat dat moest. Oh, allemaal van die tech. Oh, dankjewel. Yes. Ik luisterde eerst omdat ik dacht dat dat moest. Allemaal van die technische podcast over Pro Tools. Urenlang dat gelul. Nou, dat was ik zo ontzettend zat op een gegeven moment. Behalve dat ik gewoon alles al weet. Daar ben ik wel mee gestopt. Dus podcasts die heel erg een connectie hebben. Van die ontzettende niche dingen. Met heel erg een connectie naar mezelf. Naar mijn werk. Dat doe ik niet meer. Martijn Groeneveld, heb ik jou UBK Happy Funtime ouwe wel eens aangeraden? Volgens mij die bijvoorbeeld, ja. Oh, die is geweldig. Ja, nee, ik hou dan meer van het gewoon gekabbelende gedoe. Ja, ik ben bijvoorbeeld van Joes en Jay en Jay. En gewoon lange podcast die een beetje relaxed zijn. En ook Eeuw van de Amateur luister ik ook gewoon. Ik haal nooit het einde, want het is veel te lang natuurlijk. Ja. Dan moet je wel één ding erbij vertellen. Oh, sorry. Die Joes en Jay podcast, ja? Zo slecht geproduceerd. Ja, dat vind ik ook. Dat jij de eerste afleveringen, het mp3'tje downloaden. Ja. Hem zelf ging masteren. Klopt, om daarna pas te luisteren. Ja, dat was zo slecht opgenomen. Mag dat ik dacht niet van je overnemen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus de eerste 6 afleveringen, toen waren ze echt nog heel slecht. Ja. Heb ik inderdaad gedownload en zelf gemasterd. Was gewoon niet naar te luisteren. Je hoorde gewoon niks in de auto. Maar 3 uur lang. Nee. Jij zit 10 minuten op de fiets van jouw huis naar de studio. Dus waar luister je dat? Ik red het ook nooit tot het einde. Nee, maar hij doet net alsof hij de nieuwe plaats van Thijs Boontjes aan het opnemen is. En Thijs zit hier. Het zweet uit zijn lijf. We lopen weer. En hij zit gewoon lekker een podcastje in de controle. Nee, het probleem is gewoon dat ik overdag natuurlijk geen podcast kan luisteren. En ook geen muziek kan luisteren. Dus daarom luister ik relatief gezien gewoon heel weinig muziek. Dus ik ga er heel snel doorheen 's morgens. Ik had er ook niet door van nieuwe dingen. Om maar een beetje wat te kunnen luisteren. Maar het is wel lastig, ja. Want ik wil niet 's avonds ook nog eens een keer allemaal muziek gaan lopen luisteren. Nou, laten we 1 liedje nog doen. Ja, we hebben nog 1 liedje klaanstaan. Oh. Even kijken. Hij kwam van jou, Martijn. Ja, uiteraard liedje. Weer een Nederlandstalig dingetje. Ik snap het helemaal niet. Nee, niet Nederlandstalig. Niet Nederlandstalig. Niet Nederlandstalig, maar Nederlands. Douwbob, wil je er heel kort iets over kwijt voordat we gaan draaien? Nou, ik wil er wel heel lang iets over kwijt ook trouwens. Oké, wil je dat voor of na draaien? Nou, ervoor en erna wil ik. Okay. Goed oplassen nee, trouwens. Ik was aangenaam verrast. Toen hij met deze single uitkwam. Ik weet hoe moeilijk het is voor een artiest als je een paar hele succesvolle platen hebt gemaakt en je wil eigenlijk wat anders doen. Of misschien wel je team of je band of wat dan ook. Corrigeren hier? Succesvolle platen? Laten we zeggen succesvolle tv-carrière. En een paar zijn. Nou, ja, je hebt het programma ook van Giel Beelen. Ben je heel veel in de picture geweest. Je hebt het Songfestival gedaan. Ja, ja. Een succesvolle carrière. Dat, maar, nee. Okay, en dan ben je op een gegeven moment opeens wat minder op muzikantencarrière. Okay, ik ben benieuwd wat er overblijft van iemand. Daar gaat het helemaal niet om. Okay, daar gaat het helemaal niet om. Ook al is de carrière geheel op Giel Beelen gebaseerd. Prima, maakt mij niks uit. En op het Songfestival. Hij heeft een aantal platen gemaakt die... En of die nou succesvol zijn of niet, doet het trouwens ook niet toe. Hij heeft in ieder geval een aantal platen gemaakt. Op een gegeven moment wil je wat anders. En ik weet hoe lastig het is. En dan ga je de proces in met een nieuwe producer in zijn geval. En dan moet je ook die producer maar de ruimte gunnen om wat anders te doen. Om nieuwe invloeden toe te voegen. Om je op een ander pad te brengen. En meestal gaat dit fout. En meestal aan het einde eindig je toch met een plaat die heel erg lijkt op al je andere platen. Simpelweg omdat je als artiest toch altijd een beetje de veilige kant kiest. Je publiek moet namelijk ook hier aan wennen. En dat je uiteindelijk niet zulke beslissingen durft te nemen. En ik vind het heel knap dat zij met de hele band dus die plaat hebben gemaakt. Met de nieuwe producer Thijs van der Klucht. Nou, fantastische producer. Heel goed gemixt. Klinkt fantastisch. Ja, ik vind gewoon, dit is precies genoeg nieuw dat zijn publiek niet afhaakt. En wel zo progressief dat je denkt, hey, dit is weer tof. En het is een heel goed liedje natuurlijk. En hij zingt fantastisch. Dus ja, ik heb hier, ben hier heel positief over. Right.
Het is gewoon heel goed, het is gewoon heel goed gelukt. Dat vind ik gewoon prettig aan. Prima refreintje, kort. Zal er zo meteen vast nog uitgebouwd worden. Prima refrein, lekker kort. Ja. Ik vind het echt een heel erg goed liedje. Ja, vind ik ook. Ik vind dat goed liedje. Het zou Peter Gabriel kunnen zijn. Tik je saai dan? Ja, klopt. Identiek. Nee, maar ik vind het dus niet saai. Nee. Ik vind het prima. Het had misschien wel nog wat extremer gekund. Maar ik denk dan dat misschien mensen afhaken. Misschien hebben ze dat gewoon precies goed aangevoeld. Je wil niet je volledige fanbase helemaal van je vervreemden. Nee. Wat Nielsen nu krijgt natuurlijk. Ja. Dus al die kinderen gaan niet meer luisteren. Niet praten. Want dat weten jullie denk ik als geen ander ook. Je hebt niet zo'n heel erg extreem groot afzetgebied als je als Nederlands artiest... Je doet je vaste rondje van 013 Vera en noem maar op. En dan heb je nog een keer de zomerfestivals. En er zijn er gelukkig heel veel van tegenwoordig. Ja. Maar dan heb je het ook wel een beetje gehad. Nederland, of je hebt mazzel, je kunt echt nog een beetje buitenland meepakken. Daar heb je er ook wel iets van kunnen proeven. Maar als hij nu iets had gemaakt wat echt totaal iedereen gezegd... Ja, maar dit is helemaal kut. En dan een paar duizend zeggen, ja, vet. Ja, dan is het wel lastig om rond te komen. Gaat dit buiten Nederland iets doen, Martijn? Nee. Nee, sorry. Maar dus zoals een raccoon dat ook niet... Ik heb totaal... Nee, dat gebeurt met geen ook niet. Dat is ook helemaal niet erg. Ik luisterde dit liedje dus voor het eerst net in de auto. Want ik moest toch even wat laatste huiswerk doen. En ik dacht, ach mijn god. Dus jij hebt net een compleet ander kader geschetst... dan van waaruit ik net naar dit liedje luisterde. Maar dan ben ik ook benieuwd wat je dan zonder kader dacht. Nou, ik dacht, oh my god. Ik vond het in eerste instantie heel makkelijk om zo'n jaren 80 approach naar zo'n liedje te doen. Ja. Want dat doet nu met iedereen. Dus het is zo makkelijk om dat te gaan doen. Met die al die sounds die kloppen, maar die sounds die kloppen al 40 jaar. En niet dat ik nou de meest vooruitstrevende muziek maak, zeker niet. Dus daar ga ik het ook niet op afrekenen. Maar ik dacht van... Ja, ik vind sowieso alsof je nooit iets mag zeggen over een ander, omdat je zelf iets... Nee, vind ik ook geen probleem. Nee, vooruit. Mijn gedachte was, ja, die jongen moet ook wat. Nee, maar... maar is toch waar? Die jongen die heeft alles al gedaan. Ik denk dat hij nog prima zo'n plaat had kunnen maken. Laat ik het zo zeggen. Ik voel ook iets, een drempeltje. Ja? Die man is zo opgeblazen de afgelopen jaren, dat hij ook wel echt een... knijten van een track had moeten schrijven om mij te overtuigen. Want ik vind het zo... dus deze track. Ja, nee, ik vind ook echt wel een mooie 7. Zo. Hmm. Maar misschien heb ik wel een 8 nodig gehad om zijn succes van de afgelopen jaren soort van te kunnen vinden. Snap je dat of klinkt dat heel gek? Nou, ik snap je zeker. Maar ik voel dat ook ergens. Maar ik krijg best wel eens het verwijt naar mijn hoofd dat ik gewoon een zure muzikant ben. Vooral van mijn vrouw. Want ik vind alles. Ik vind zoveel kut. En dan zegt ze: alle kutste wat er is. Hè? Wat vind je het alle kutste wat er is? Oeh, het alle kutste wat. Oh ja. Oh, wat fijn dat ik dit eindelijk een keer kan zeggen. Kom maar. Hopelijk iets Nederlands die we persoonlijk kunnen kennen. Nee. Heel veilig nu iets uitnodigen. Een Duits beentje noemen. Ik vind het allerkutste wat er is: The National. Ja, het is veilig, want je kent de jongens niet. Nee. Nou, dat vind ik een goede afsluiten van de podcast. Nee. Dit. Ik vond de Day I Die heel goed. Huh? De Day I Die vond ik een heel goed liedje. Ja, dan zullen die ook niet kennen. Ja, dan ken ik waarschijnlijk dan niet. De rest van het zal waarschijnlijk heel goed zijn. Maar je hebt waarschijnlijk heel veel vrienden in je omgeving die het heel goed vinden. Oh of my god. En spraakles. Articuleren. Voordat je eens gaat zingen. Ja, maar dat had Michael Stipe in het begin ook niet. Bij R.E.M. is toch best goed. Ja, ik ben meer van de latere R.E.M. Nee. Maar het zegt misschien ook iets wat ik van de Nederlandse televisie vind. We maken iemand fucking groot die het misschien eigenlijk niet helemaal... Ja, maar dat vind ik dus helemaal niet. Daar maakt het toch heel erg waar. Nee, maar ik ga naar jouw kamp. Want die jongen die is via tv bekend geworden. En dan krijg je sowieso heel Nederland over je heen. Het super talentvolle gast. Zeker weten. Ik denk dat hij zich in een keurslijf heeft laten zetten. Heel lang. Ik denk dat hij wel redelijk heeft kunnen maken wat hij wilde. Nou, denk ik wel redelijk eigen. Die ballad van de Jacob song was dat? Ja, dat is fucking goed. Supergoed. Ja, dat is heel goed. Maar die tv heeft hij, wat mij betreft, niet eens nodig gehad. Ja, oké, om eventjes naar boven te komen. Ik heb daar Bob all the way altijd geloofd. Altijd oprecht geloofd in wat hij doet. Ik heb een tv-succes. Ik moet het doen om dat vast te houden. Ja. Ik heb altijd geloofd in wat hij heeft gemaakt. Ja. Nee, dat moet kun je geven, niet mooi ik. Vinden. Nee, maar het is wel 100% denk ik, dat geloof ik, echt van hem. Ik denk wel dat hij, ik geloof hem ook, maar ik denk dat hij zich een keurslijf heeft laten aanpraten. Best wel een tijdje. Nee, ik denk meer dat je in een aantal platen toe
of in een aantal platen in een bepaald stramien gaat werken en dat het moeilijk is om eruit te komen. Juist heel goed dan om naar een producer te gaan die uit een andere hoek komt en je die het volle vertrouwen te geven, zeggen we gaan een nieuwe plaat maken. Nee, maar vooruit. En dat werkt dus blijkbaar. Nee, maar wat we net ook zeggen, we zeiden over Dre, ik bedoel, prima dat hij dit doet en het klinkt gewoon goed en het is een prima liedje en ja, nou. Doe het. Sorry, over wie heb je het nu? Nee, nu over Douwe, maar Dre die krijgt ook de kans om een serieus artiest te worden. Ja, nou als hij mij morgen zou bellen, dan zou ik dat wel interessant vinden. Ja, maar dan gun ik hem ook wel. Nou, hierbij Dre, mocht je luisteren en nu toch nog die plaat willen laten remasteren bij Wilm en Studio. Hey, jongens, dit was Klap van de Molen, de kroegeditie deel 2. Dankjewel dat jullie mee deel wilde nemen aan dit verhaal. Dankjewel Michiel Veenstra in het bijzonder. Waar kunnen Kink nu alvast volgen? We kunnen nog niet luisteren. Nou ja, dat is pas in februari. We hebben al wel iets van Spotify-lijstjes. Dat is niet zo heel moeilijk nog. Maar even Kink intikken op Spotify. Kink.nl, daar vind je alle koppelingen. En kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Want ik wil wel, naarmate we richting 1 februari gaan, steeds meer bekend kunnen maken over hoe het precies gaat klinken, wie er gaan komen werken. Ja. En wat je kunt verwachten van het nieuwe station. Ja, op Twitter kunnen we Kink ook al volgen. Ja, dat heet nu nog Kink FM. Want dat is al lang, maar dat krijgt een andere naam. Maar als je kink.nl volgt, dan wordt van daaruit alles duidelijk. Dankjewel dat jij mee deel wilde nemen aan deze podcast. Meer gemaakt door First Gek. Jongens, goedenavond. Goedenavond. Zo. Woe! Leuk jongens. Heel leuk. Mag ik gaan plassen? Met je toeter vergeten, je toeter.